Ja, een hele goede avond bij deze live show vanuit Voorhout. We gaan vandaag kijken naar Team NL B2 in de zesde wedstrijd in deze competitie. En deze competitie gaat gewoon heel erg goed voor dit team. We staan bovenaan in het klassement met ruime voorsprong op de nummer 2. Vandaag gaan we kijken naar de klim op de vulkaan. En dat doen we niet één keer, dat doen we niet twee keer, maar dat doen we maar liefst 3 keer. We zitten op 40 seconden voor de start. Ik zal heel even laten zien wat we gaan doen, maar onderweg zal ik nog het een en ander proberen uit te leggen. Inmiddels zie ik dat we vertrokken zijn. Dan gaan we eerst even schakelen naar het hoofdprogramma van Zwift. En daar gaan we eens even kijken naar de start. En die start is best wel flink als je dat zo ziet. Wattages te over. Vanaf de boulevard richting de aliens. En ondertussen, terwijl we aan het rijden zijn, zal ik wat rijders gaan voorstellen die meerijden in Team NL B2. Heel kort even Mark de Wilde, Ivo Schaap, Jan van Duin, Barry van Leeuwen, Huub van Zandvoort en Richard Vermeer. Die rijden vanavond deze wedstrijd. Ik zie hier meteen dat rijders aardig de gang erin hebben. We kijken maar eventjes richting Mark de Wilde, meteen richting de oversteek naar de vulkaan. Spannend, eerste plek moeten we houden, dus we gaan eens even kijken wat we hier gaan doen. We kunnen wel een heel even switchen tussen de route en dan zien we de route hier verschijnen. De vulkaan, klimmetjes. Ja, één grote weerwar spaghetti van bochten en klimmetjes. 3% gemiddeld is te doen, is te doen. Ja, 3,2, 3,8 kilometer. Het is bij elkaar 41 kilometer, dus dat is een flinke klim. We gaan even snel terug naar Zwift, want we gaan eens even horen. Een hoop rijders voorin, zie je gelijk. Het verschil zal waarschijnlijk in de eerste klim gemaakt worden, maar we gaan het zien. Gelijk even voor de kijkers thuis. Ik heb live verbinding als in de ploegleidersauto. Daarmee hoor ik de renners ook en zal ik proberen om ondertussen daarin wat van commentaar te gaan voorzien. Ja, zoals jullie zien gaan we de eerste keer de lavakamer in. De rondes die bestaan uit iedere keer een passage door de lavakamer. Er zullen geen punten te verdienen zijn. De punten deze koers zullen uitsluitend bovenop op de klim verdeeld worden. Uiteindelijk 10 punten voor de nummer 1 en uiteindelijk de punten voor het eindklassement natuurlijk na de derde klim. Als we kijken naar de wattages wordt er flink hard gereden. Zometeen rechtsaf draaien we om de vulkaan heen, gaan we nog een keer de lavakamer in en dan begint de eerste maal de klim.
Nou, er wordt stevig getrapt. Als ik hier de wattages zo om me heen zie, dan zie ik hier 2,8 kilogram. Er wordt geroepen dat er gespaard moet worden. Zoals ze zien de wattage. We gaan de renners eens eventjes af. Mark de Wilde zijn we hier aan het bekijken. Ik zie, als ik het even goed zie, 3 rijders van Team NL voorin rijden. Dat is op zich goed, maar de klim moet nog komen. We gaan even kijken bij Ivo. Moeilijk te herkennen. We kunnen misschien wel even gaan draaien met de camera. Als we gaan kijken naar het luchtgedeelte vanuit de helikopter, dan is het misschien handig om het hele pak nog bij elkaar te kunnen zien. En ik zie, we gaan de lavakamer weer in. Nou ja, we kunnen wel eventjes mee gaan kijken daar. Hier zie je al naar het midden van de lavakamer. En ik hoor vanuit de juryauto dat Huub, Barry en Mark voorin zitten. En de rest iets op een achterstand. Dat is op zich niet erg. Het rondebord geeft overigens 3 aan op dit moment. Interessant. De rest zit op een achterstand, maar dat gaan ze op de klim allemaal wel goed maken. Dus dat is mooi. We draaien ze meteen de lavakamer uit. En we zien hier trouwens overigens rechts in beeld de actuele stand waar de rijder op dat moment rijdt. Dus dat is op zich goed. Even kijken bij de andere rijders. Huub, we gaan even bij Huub kijken. Goed zo. Nou, mooi achterin. En dan gaan we nu inderdaad kijken naar de klim. De groep is inmiddels wel gebroken, hoor ik. Dit is een eerste groep. Ik zou zeggen, gewoon rustig door blijven rijden, jongens. We draaien de langs de boulevard en dan zullen we hier links afgaan omhoog. Nou, dat ziet er allemaal rustig en beheerst uit tot dat we uit gaan komen bij de klim. En dan zal het echt zwaar gaan worden. Kijk even naar de tweede groep waar denk ik... Even kijken, Richard Vermeer in zitten. En daar, dat is de groep van de mensen die een klein gaatje hebben moeten laten vallen. Daartussen zit nog een groep. Dus het breekt nu al. Interessant. Lekker door blijven rijden. Dan komt het allemaal wel voor elkaar. Jan van Duin zit ook in deze groep. Kunnen we wel eventjes naar gaan kijken. We gaan even terug naar de kopgroep. Wat redelijk bij elkaar blijft. We gaan nu aan de klim van de vulkaan echt beginnen. We zitten nu 7,2
kilometer, 7,3 kilometer. 11,2 is de top van de vulkaan. Dus de klim is op zich niet zo heel erg lang. Maar wel heel erg fel. Met wat stukjes erin waar je eventjes op adem kan komen. En vooral het laatste stukje. Het venijn zit in de staart met een fel stukje naar de klim toe op de vulkaan. Als we kijken vanuit de helikopter, dan zien we dat het groepje mooi bij elkaar zit. Maar dat zal wellicht gaan veranderen zometeen. De klimmers gaan schuiven naar voren. De mensen die wat meer moeite mee hebben, die kunnen aanhaken. En op de iets vlakkere stukjes kunnen ze wel eventjes bij op adem komen. Nou, dit ziet er op zich netjes uit. We kunnen nog eens heel even gaan kijken waar we eigenlijk aan zijn begonnen. En als je ziet dat we dan de vulkaan opgaan, een kolletje van de vierde categorie. Nog eventjes. Om even aan te geven, halverwege zit dus een vlak stukje. Daar kun je heel even op adem komen, maar daarna wordt het weer volle bak omhoog. Op een gegeven moment komen we bij een soort loopbrug. Dan begint het iets af te vlakken en daarna begint het venijn. En daarna is het gewoon naar beneden rollen om dit hele feestje nog een keer opnieuw te doen. Ik hoor vanuit de ploegleidersauto dat Ivo zit in groep 2. Dat gaat goed. Barry zit voorin. Mark rijdt nu op de tweede positie, dus dat gaat lekker. We zitten goed voorin. Goed vertegenwoordigd. Draait lekker. Je ziet dat de groep al wat uitdunt. In totaal zijn het, om even nog even aan te geven, 3 omwentelingen om de vulkaan. Maakt dat altijd wel even wat makkelijker, want het is een venijnig ding. Ja, het ziet er wel fantastisch uit hoor. En er is één ontsnapping voor in de groep van Team CLS. En Team CLS is toch wel een groep waar je altijd wel even rekening mee moet houden. Ja, dan moeten we toch achteraan van Mahuub van Zandvoort. Die rijdt het alweer naar hem toe. Kans bestaat natuurlijk dat als iemand wegrijdt, dat ook gelijk... wel een goede kans kan zijn. Maar goed, dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Alles zit weer bij elkaar voorin en dat is fijn. Even kijken, een man of 10 of zo voorin, denk ik. Even kijken hoor. Dan kijken we ook eventjes naar Richard Vermeer, die momenteel eventjes kijken, netjes voorin rijdt. En eens eventjes kijken, ja, eens even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Nee, die heeft het toch even moeten laten lopen. Dan schakelen we toch even door naar Mark weer terug. Voorin.
Je maar niet te veel energie verstookt. Samen met Huub van Zandvoort voorin. Er wordt flink doorgereden. Even kijken. Team CLS. Team VCV. Nog een keer Team CLS voorin. En dan twee keer Team NLB2. BRT ook een van onze concurrenten. Hoewel er 5 punten voorsprong zijn voor Team NN. Dus die staat er muurvast voor in het klassement. Dus we zijn toch wel het spel is aardig op de wagen met een kleine kopgroep hoor. Dat is, en hier komen we dan bij het plateau aan. We komen bij het plateau. We gaan eens even schakelen met de camera. Dat lijkt me ook wel een keer een goede. Nou, we gaan even met de drone meevliegen. Is wel handig om dat even te bekijken hier voorin. Achterin het kopgroepje begint het ook al te kraken. Het is een pittige wedstrijd hoor. Er zullen niet veel van deze mannen overblijven. En als ik kijk naar de groep daarachter, dan zit er eigenlijk niemand meer achter. En is het een slijtageslag, dat is het gewoon. En langzaam maar zeker draaien we naar de top van de vulkaan. We zien de lavavelden hier al komen. En er wordt hard omhoog gereden. Er komt toch een serieuze ontsnapping naar de top toe. Misschien dat we het op de camera even mee kunnen krijgen hoe we dat. De punten worden hier gepakt. Er worden power-ups ingesteld. En die power-ups kan ik wel even uitleggen. Verschillende. Het veertje maak je wat lichter. Dus je klimt wat makkelijker omhoog. Aerodynamisch power-up. Waardoor je wat meer snelheid krijgt. Misschien niet zo handig om dat hier te gebruiken. Maar oké. En ik zie hier het regen PR's. En we zijn met de eerste groep op de top. Op de top van de vulkaan. En nu gaat het erom spannen, want er zal hier een razendsnelle afdaling gaan volgen. Waarbij we andere rijders zullen gaan tegenkomen die nog bezig zijn met de klim. Het spat hier een beetje aan elkaar. 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden. De hele kopgroep die wordt hier getorpedeerd. En kunnen ze het nog dicht krijgen? Kunnen Mark... Even eens kijken en Huub dat nog dicht krijgen. We gaan eens even kijken. Nou, hier kijken we eens even naar Mark de Wilde. Netjes in de powertuck, niet zo aerodynamisch, geen helm op, niet geschoren, maar dat geeft niet. En we gaan hier kijken, volgens mij zit alles al wel weer een beetje bij elkaar. Ja, alles zit weer in de kopgroep bij elkaar, dat is wel heel erg netjes. Dat is heel erg netjes, op naar halfweg de koers. En ik hoor dat Richard op de 34ste plek ligt en rustig naar voren aan het rijden is. Jan ligt op nummer 52. En voor hun is het advies, blijf lekker in het groepje hangen. Dan kom je vanzelf op de eindsprint, op de eindstreep. En dan mag je nog een keer.
Inmiddels wordt er hier hard afgedaald hoor. 55 kilometer per uur, een stukje vlak in de lavakamer. Ja. Ja, en inmiddels komen we dan langzaam weer beneden om weer een ronde om de vulkaan te maken. Het is allemaal versnipperd. Wat je hier niet kan zien is het live overzicht van waar iedereen rijdt. Maar dat kan ik natuurlijk wel zien. Het is versnipperd. Iedereen op eigen tempo omhoog. Je kan het rechtsboven een beetje zien bij het overview. Zien. En dat zou ook nog kunnen wisselen misschien. Dan kun je een beetje zien waar iedereen rijdt. Dat is wel erg interessant. En er wordt inmiddels in de kopgroep overlegd welke tactiek het beste is voor de volgende ronde. Kunst is om op adem te komen, maar iedereen wordt moe. Dus dat moet op zich niet zo'n probleem zijn. We gaan weer draaien en dan gaan we weer om de vulkaan heen. En we gaan ook eens kijken bij de andere rijders waar ze precies rijden. Dus ga eventjes. Nou, we zijn even geschakeld naar Jan van Duin, die aan het afdalen is. Die zit, voor zover ik heb gehoord, in de derde groep met een aantal anderen. Dus dat op zich 52ste, dat is op zich een hele mooie plek. Daarin kan hij gewoon doorpeddelen. Dus hij zal er zo meteen een aantal gaan opvegen, ongetwijfeld. Die tweede keer is gewoon pittig. Dus als hij lekker zijn energie spaart en hij rijdt door, dan moet dat geen probleem zijn. Dus we kijken maar eens even hoe dit verder gaat ontwikkelen. Vanuit zijn gezichtsveld is dit ook wel leuk.
Er wordt over de radio geroepen dat het vanaf de bank prima kijk is. De rijders worden gecoacht. De rijders worden gecoacht vanaf de bank. Nou, ik moet zeggen, ook wel bijzonder goed gecoacht en aangemoedigd. Er zijn fans. Overigens worden er ook diverse duimpjes uitgedeeld. Ik denk dat de mensen thuis toch wel beseffen en zien dat het gewoon zwaar is en afzien is. Genieten. We gaan eens even wat rijders passeren en bekijken. We gaan eens even rustig de koers bekijken en wie er voorin zit. Nou, en inmiddels zijn er wat ontwikkelingen geweest. Weer door de lavakamer. We draaien weer om die vulkaan heen. En dan gaan we weer omhoog. Wat technische dingetjes, maar daar komen we allemaal wel weer uit. Versnipperd, zoals ik al zei. We blijven het gewoon volgen. We blijven het gewoon zien. En, even kijken. Als we nou kijken naar... Het kopgroepje, er valt er eentje, die zit een beetje op het vinkertouw. Maakt niet uit.
Inmiddels zijn wij weer geschakeld naar de kopgroep. Huub van Zandvoort houden we eventjes in de picture. Dat is een mooi overzicht om te gaan hebben. Even draaien met de drone, dat is altijd wel handig. Nou ja, netjes voorin. Het is een groepje van een man of 10, denk ik. Globaal zo'n beetje ingeschat. Die zitten 21 kilometer, dus net over de helft heen. En ze gaan rustig aan draaien. Ondertussen kunnen wij natuurlijk even laten zien hoe het mooie Watopia eruit ziet. Daar in de verte de aliens en de boulevard en de zeppelin van Zwift natuurlijk. Superleuk. Nou, hier komen we bij het stukje vlak uit. Heel klein stukje weer omlaag. En daarna begint de onvermijdelijke klim weer omhoog. Ja, ze doen het goed hoor, de mannen doen het goed. Beide ervaren rijders, zoals er voorin gepeldeld wordt. Gevaar van deze klimmetjes, deze koersen, is dat je te veel doet of te veel laat doen. Dit is een klassiek geval van andermans bordje leeg eten en dan zelf zo goed mogelijk proberen voor de dag te komen. Is moeilijk, is verleidelijk natuurlijk om te gaan rijden. Want het is allemaal stuk voor stuk wel hele sterke rijders die hier voorin zitten. Ik zie hier team CLS, BRT, team NL natuurlijk. Mensen die nu pas de kop opsteken omdat ze dat misschien in eerdere wedstrijden niet hebben kunnen doen. Eerdere wedstrijden waren natuurlijk Richmond, de eerste wedstrijd, een ploegentijdrit. Die ertussen zat in Frankrijk. Dan hebben we volgende week denk ik nog een klim. Een eindtijdrit als afsluiter van het geheel. Innsbruck zat er nog in met een venijnige klim ook weer in de staart. Maar dat was een klim van 8 kilometer. Waarbij je redelijk in je cadans kon komen. Dus dat zijn wel leuke dingen. Het is een heel geleerd parcours. Naar zeggen... Niet eerder gebeurd in Zwift dat dit zo gedaan werd op deze schaal. Dit doe je niet zomaar. Dit is flink. Als we even naar rechts naar de posities en de gegevens van de renners kijken. Dan zie je bijvoorbeeld dat er Huub van Zandvoort trapt 3500 tot 400 watt. Soms wat meer aan vermogen. Waarbij we zien dat er 4,3 of soms bijna 5 watt, soms tegen de 6 watt kilogram getrapt wordt. Nou, dat is zwaar hoor. Dat is heel zwaar, waarbij je echt de benen gaat voelen. En ik zie hier in de kopgroep dat alles nog bij elkaar zit. Als ik even ga schakelen in de andere groep. Mark die hangt een beetje aan het eind. Maar dat maakt, die komt wel weer terug, zie ik. De groep die hier achter zit, zit op volgens de statistiek op 59 seconden. Dat betekent dat de kopgroep bijna een minuut voorsprong heeft op de groep daarachter. Interessant. We kijken nu even naar iemand van BRT met een bijzonder kapsel. We gaan eens even kijken of we terug kunnen gaan naar Mark. Die mooi achterin zich mee laat voeren omhoog naar boven, waar we over een rondje zijn. En ik hoor dat er achter de groep bij elkaar komt. En dat daar een bus gevormd wordt die wellicht wat snelheid kan gaan maken. Waardoor dat gat misschien wat kleiner kan gemaakt worden. Gaan we zo zien. Interessante koers. Kijk even naar Ivo Schaap samen met Barry van Leeuwen, die in de derde groep zitten. Ja.
draaien gewoon rustig omhoog, hebben een bus gevormd. Daarvoor rijdt nog een groepje tussenin, maar dat kunnen ze wel gaan opvegen. Ja. Plek 25, 26, dat is goed. Dat is heel netjes. Dat betekent dat we bij de eerste 30 met, denk ik, 5 rijders zitten. Nou, dat is toch fantastisch. We gaan richting de brug, zoals je mooi op de helikopterbeelden kan zien. En op naar de top. Daar gaan we eens even naartoe. We gaan even schakelen naar de top. Even zien, dat doen we even op deze manier. En we zien net dat de kopgroep op de top aankomt. Er wordt gesprint. Er worden weer gesprint voor de punten. En dat betekent dat er weer waardevolle punten gepakt wordt. Ik denk dat Mark als 7e, Huub als 7e, Mark als 9e over de top aankomt. Dat betekent toch een aantal klimpunten voor het klimklassement. Nou, dat is al een mooi resultaat. We gaan weer de afdaling in. Waarbij alles bij elkaar zal gaan komen. Dan gaan we even kijken naar het groepje met Ivo Schaap erin. Waarbij we even gaan kijken naar de klim omhoog. Eventjes kijken. We zitten nu bij Richard Vermeer. Die gaan we eens even volgen, dit groepje, naar de klim. Dan even inzoomen en dan zien we hier Richard Vermeer en Barry van Leeuwen naast elkaar rijden. En langzaam wordt het plekje weer naar voren gepakt en klimmen we naar de kom voor de laatste keer omhoog. Even de drone erbij pakken. En ook deze groep gaat zo meteen het plateau. Nee, die gaan nog naar de klim. Die gaan nog naar de slotklim voor, denk ik, of hier nog punten, misschien 1 punt te vinden is. Nee, er zijn dit, denk ik, geen punten meer in. Maakt voor de rest, kijk, er wordt gereden. Ook deze groep wordt op scherp gezet. Overigens geven deze plekken wellicht in het eindklassement, in de finale zometeen bij de laatste doorkomst, ook nog recht op punten. En die punten die zijn voor het totaalklassement heel erg belangrijk. Dus we gaan dat even in de gaten houden. Ja, netjes hoor. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Mooi. Dit is mooi. En we zijn allemaal weer boven. We gaan weer draaien naar beneden voor de laatste doorkomst. Dus de bel heeft geklonken voor de meeste rijders op de top. In ieder geval de top 27, zo'n beetje de top 30. Heeft de bel geklonken voor de laatste doorkomst. De laatste doorkomst. En we gaan afdalen. En we volgen even Ivo, die heeft nog even wat puntjes gepakt op de top. Gaat zich even af laten zakken, terug naar de groep. En dat doet hij netjes. Eigenlijk wordt er ook wel iets ingelopen naar de mensen die ervoor rijden. De kopgroep is natuurlijk gewoon heel duidelijk gewoon lekker aan het draaien en het afdalen. We gaan er weer eens even naartoe. Ja, we schieten een beetje door de wedstrijd heen met mensen die alleen rijden. Dus op zich niet erg, is ook wel eens een keer leuk. Nou, hier zien we de groep in de afdaling. We gaan nog even bij Ivo Schaap. En ik zie ineens dat het misschien wel eens zou kunnen gaan regenen. Jongens, het begint te regenen. Vervelend. En ook dat nog op de vulkaan. Daar zijn de omstandigheden al anders. En het komt inmiddels met bakken uit de lucht.
En inmiddels zijn wij weer aangekomen bij de popgroep. En daar wordt lekker gereden. Het is gaan donderen, het is gaan bliksemen. Misschien wel de bijzonderste koers uit heel Zwift vandaan. Waarbij we voor de laatste keer de klim op gaan. De laatste keer. Hier zal het om gaan spannen. De volgende groep die gaat voor plek 21 en lager rijden. Dus daar zijn nog zeker wel wat punten te halen. Zeker als er wat mensen onderweg opgeveegd gaan worden. Want die rijden daar nog tussen. Dus daar kunnen misschien nog wat puntjes gepakt worden. De kopgroep wordt langzaam een beetje, zeker een beetje uitgedund. Dat gaan we zien. Als we de helikopterbeelden erbij kunnen pakken. Als dat een beetje zichtbaar is. Kunnen we gaan kijken. Kijk, je ziet gewoon dat het weer echt tekeer gaat. Nou, we gaan zo meteen weer de lavakamer door om omhoog te rijden. Mark rijdt als eerste dan de lavakamer in. Nog één keer het overzichtje erbij van wat er moet gebeuren. De laatste keer op naar de finish, op naar de top. Jan hoor ik dat hij op plek 50 rijdt. Kom op Jan, wordt er geroepen vanuit de teamcar. Maar ik zie hier inderdaad, eventjes kijken, Team CLS, nog eentje erbij, BRT, eventjes kijken, twee van BRT zitten erbij, drie zo te zien volgens mij, en Team NL is lekker vertegenwoordigd. Dus dat wordt een mooie strijd naar de top toe, dus... Team CLS staat iets lager in het klassement. Team BRT is wat gevaarlijker. Voorsprong is er. Maar als we de punten pakken en we zouden deze wedstrijd met een goed eind kunnen maken, dan zou dat veelbelovend zijn voor de uiteindelijke eindoverwinning in het klassement. We gaan het zien. En er komt weer een blauw duimpje voor iemand. Een fanview. Waarin we zien dat iemand thumbs up. Duimpje omhoog geeft, dan dat het goed gaat. Dat zie je ook in de zakjes van de renners achterop zitten. Die blauwe dingen, dat zijn allemaal duimpjes omhoog. Die kun je geven. Misschien kunnen we dat ook wel eens even doen trouwens. Nou, bij deze. Ja, daar komt-ie.
Nou ja, bij het uitkomen van de vulkaan nou, rijden we wederom in de regen. Draaien we richting de kruising. En je merkt al dat de snelheid iets omhoog gaat. Het verschil zal gemaakt gaan moeten worden. We gaan op weg naar de laatste keer de vulkaan op. We gaan omhoog. Met 9 rijders voorin. 9 strijders. Ik ben benieuwd. Die gaan vechten om de punten. Die gaan de 3 ploegen, de 3 belangrijke. CLS, BRT en Team NL. Die zullen de punten moeten gaan verdelen. En iedereen heeft die punten gewoon hard nodig. Wil Team CLS of Team BRT nog kans maken op een goede klassering, dan wel de eindoverwinning in het klassement, dan moeten ze deze punten gewoon hebben. Dus het zal gestreden gaan worden. We zijn begonnen. En de boel wordt aangejekkerd. We kijken ondertussen nog maar even naar Huub van Zandvoort. En die is eigenlijk behoorlijk aan het rijden. Die trekt in zijn eentje behoorlijk hard aan de koproep. Aan de achterkant staat de deur wagenwijd open. Er vallen wat mensen weg, er vallen wat gaten. Hij trapt omhoog. Er pakken wat mensen ze wil, maar niet iedereen kan het. Er wordt hier flink gereden. Eentje is er al af, twee hangt er op het vinkertouw. We zijn aardig bezig. Het spel is op de wagen. We gaan het met alle spanning volgen. De rest peddelt rustig omhoog. Rustig naar de top. Uiteindelijk wel voor die goede klassering. Maar vooral niet te veel energie verspillen. En nogmaals, volg een ander tot aan de streep. Het laatste stukje is fel. Het venijn zit in de staart in deze koers. Ja, we kijken inmiddels naar de kopgroep. Het spel is echt op de wagen. Dat wordt op gang getrokken. Nederland in de derde en vijfde positie op de klim op dit moment. We draaien aardig door nog. Even kijken, een kilometer of 5 tot de streep.
En Mark de Wilde trekt de boel aan. Die trekt de boel aan omhoog. En het is voor iedereen afzien. Het is pittig, het is zwaar. En vanuit de helikopter kunnen we dit ook mooi volgen. We gaan zien dat er een klein gaatje is. Eén man aan de lijn. We gaan eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. Het breekt en het kraakt in het peloton. Het breekt en het kraakt in de kopgroep. Ja, gaat goed in de kopgroep. Jongens, er wordt geloerd en er wordt gekeken. Met nog een paar kilometer te gaan zitten we op het vlonder. Vooral de ploeg van CLS is volgens mij aardig aan het loeren en aan het kijken. Die zal waarschijnlijk gokken op het wiel te pakken van degene die te vroeg de sprong aangaat op de steile klim op de finale. BRT zit er ook achter, dus er wordt gekeken naar Nederland. Er wordt gekeken naar wie wat op deze klim gaat doen. En er wordt meteen gereageerd. Er wordt meteen gereageerd. Als Huub van Zandvoort eventjes op kop rijdt, heeft hij gelijk één van die twee in zijn wiel zitten. En daar lijkt een demarrage van Edu Harms. Die zet nu een splijtende demarrage in. Daar gaat Daniel Shields van Team CLS, denk ik, erachteraan. Wie gaat er volgen? Blijven we kijken of gaan we erachteraan? Nederland trekt voor de derde en de vierde plaats trekken ze mee. Och jee, dit is een beslissende slag. En dit is pittig. Even kijken, van Sunrise Taylor, die gaat erachteraan. En er worden met power-ups gegooid. Op naar de klim, op omhoog het laatste stukje. En er wordt gesprint, er wordt gegaan. En het gat wordt dichtgereden. Het gat wordt dichtgereden door Team CLS BRT. En aan de achterkant vallen er weer wat vanaf. En het venijn zit in de staart, hoor. Het venijn zit in de staart. Dan wordt hij met wattages gegooid. En ik zie hier dat de finish is daar. Dus ik het goed zie, vierde en zevende of achtste voor Huub van Zandvoort. En Mark de Wilde, denk ik, zevende plek. Even kijken wat we hier nu gaan doen en wat er nu gaat gebeuren. Er worden hier waardevolle punten gepakt, hoor. Dat is echt super. En nou hopen dat alles weer bij elkaar komt. En dit heeft kracht gekost, deze sprint. Deze punten pakken, dat kost heel veel kracht. Nou, ik zou bijna hier vandaan hard willen roepen. Kom op, Huub, kom. Spaar heeft nu geen zin meer in de afdaling. Proberen er naartoe te rijden en aan te sluiten. Het gat is niet zo heel groot. Het is maar 1 seconde. Maar 1 seconde met 62 km per uur is gewoon heel erg veel. Zoals we zien sluit op zijn tandvlees Huub van Zandvoort aan. Maar deze kanjer doet het wel.
En of het nou expres of per ongeluk is, maar het is erop en erover hoor. Het is erop en erover. Nou, dat wordt natuurlijk gezien door de rest. Dus we krijgen weer één kopgroepje die steeds verder uitdunt op weg in deze finale. Huub zit er weer bij, Mark zit er weer bij, CLS zit erbij met twee man. Even kijken, BRT is... Lijkt wel of ze met drie man zitten, kan het niet helemaal goed zien. Op naar de finale, op naar het eindpunt. En nu komt het dus aan, kan je voldoende rust pakken om je op te laden in deze afdaling voor zometeen de finale sprint, waarna we toe onderweg zijn. En als ik me niet vergis, maar dan roep ik het ook eventjes over de teamradio, de finale sprint is op de boulevard jongens, denk ik of niet? En er wordt achter ook gewerkt hoor, er wordt geknokt, er wordt gestreden, er wordt overlegd. Het is fantastisch. Oh, kijk, en er wordt druk overlegd. Er worden nog wat geheime tactieken besproken. Spannend. En voor zover ik het heb begrepen, draaien wij terug richting de boulevard, denk ik. Waar op die boulevard dan die eind... Ik herstel, de sprint ligt binnen in de vulkaan, dus in de lavakamer ligt de finale sprint. Dus de plekjes worden gezocht en volgens mij is dat nog... we gaan dus nog een keer de lavakamer door. En daar ligt de sprint. Dat zal heel snel aanstaande zijn. Dus de plekjes worden gekozen, er wordt geloerd. Je ziet al duidelijk dat de positie wordt gekozen om er makkelijk voorbij te kunnen. Er wordt gedraaid en gekeken met... We gaan zo meteen linksaf draaien, de lavakamer in, linksaf. Klein klimmetje omhoog en dan zullen we richting de finish gaan draaien. Spannend, kijk hoe het gaat lopen. En er wordt al gereageerd, er wordt al weggesprongen. Er wordt al gekeken en geloerd. En we gaan naar de finale toe.
Waarbij je het uit elkaar spat achter in de kopgroep. Het spat uit elkaar. Waarin we heel duidelijk kunnen zien dat er een aantal weggaan. En dan hebben we hier de finale. De finish. En ik denk dat als ik het zo een beetje inschat. En we schakelen langzaam over vanuit de wedstrijdmodus in de modus van Zwift zelf. Waarbij we de toerrijders nu ook ineens zien. Ik denk dat we het goed gedaan hebben. En de sprint was een moeilijke, was een lastige na die lange klim. Maar dit is heel mooi gedaan. Einduitslag zal later wat gaan volgen, dus we zullen het gaan zien. En ik ga deze livestream even afsluiten voor vandaag. En via de teamradio ga ik de rest nog even volgen. Kijk hem rustig terug en tot volgende week dinsdag.